leukste aan ondernemen is met een groep mensen samen een idee hebben, een idee proberen te doen groeien en daar succes van te maken. Mijn naam is Mark Koeken en ik ben vader en founder of Aliclo. Aliclo is een family office die investeert in andere bedrijven en die bedrijven zoveel mogelijk helpt om te groeien en te bloeien met mooi ondernemerschap. Voordat we ons de vraag gaan stellen wat gaan we doen in die sector, gaan we ons eerst de vraag stellen waarom ziet die sector er zo uit? En zijn er geen dingen in die sector die we anders kunnen doen? En die botst op heel veel problemen. Als we die overwinnen, kunnen we het verschil maken. En dat is dan de reden waarom de anderen het nog niet gedaan hebben. En dat het ook heel moeilijk zal zijn om de voorsprong dat we dan hebben in te halen. Dus zo redeneren we wel. Ik denk mijn grootste talent dat ik had in het leven, dat was 4 op een rij spelen. Ik was een redelijk goede schaker, maar zo tot een bepaald niveau. Terwijl 4 op een rij, ja, nu nog altijd, daar ben ik echt wel goed in. Dat zit in mijn DNA. Als ik op vakantie ga en ik ben 3 dagen in een hotel, in feite in mijn hoofd op het einde van die 3 dagen heb ik wel dat businessplan van het hotel gemaakt. En heb ik echt wel zitten rekenen. Je hebt zoveel kamers en die vragen zoveel per kamer, die hebben die bezetting. En als ik iets zie, ik zie overal businessplannetjes in. Ik word wel vaak wakker met een idee. Dus misschien gaat dat 's nachts ook door. Ik word echt geïnspireerd door wat ik rondom mij zie, door mensen, door gesprekken, door situaties. Mijn grootste passie is in feite wel mijn familie. We geven graag toegevoegde waarde. We zijn er voor de bedrijven waarin we participeren. In bad times, door op dat moment te zeggen hoe gaan we dat hier samen oplossen, maar ook in good times, dus eigenlijk kom aan. Het gaat nu goed, we gaan daar proberen een extra dimensie aan toe te voegen. We hebben echt een netwerk in België nodig. En ik denk dat het er meer en meer ook komt van jonge mensen die initiatieven nemen. Die proberen en ze gaan niet allemaal slagen. En een aantal gaan klein blijven, een aantal gaan upscalen. Misschien gaan er een aantal mooie unicorns van komen. En dat heeft België wel nodig.